kleuterklas van opa Bron. Er stond in een kleuterklas een schattig stoeltje leeg. En iedereen die vroeg zich af wie straks dat plaatje kreeg. Juf Plooi zei, ik heb geen idee, ik zou niet weten wie. Maar toen kwam opa binnen met een pleister op zijn knie. Snel liep hij naar het stoeltje toe en plopste erop neer. Hij zei, met mij gaat alles goed, alleen mijn knie doet zeer. Het leek me wel een goed idee om mooi te leren kleuren, te plakken en te kleien en te knippen en te scheuren. Juf, u vindt het toch wel goed dat ik bij jullie kom. En als je mij iets vragen wilt, mijn naam is opa Brom. Welkom opa Brom, zei juf. Wat leuk dat u er bent. We gaan beginnen met een liedje dat u vast en zeker kent. Een opa in de klas. Dat is een beetje gek. Nou, gaan we maar kijken wat er gaat gebeuren. Ze zongen met z'n allen van een hoedje van papier. En opa Brom zong keihard mee. Hij straalde van plezier. Nu gaan we verven, zei de juf. Ze liep al naar de kast. Ze gaf iedereen papier, wat verf en ook een kwast. Toen moest de juf heel even weg en opa Brom zei zacht. Hé, weet je, kom eens even hier. Ik heb iets leuks bedacht. Hij gooide snel zijn schoenen en zijn sokken aan de kant. En nam een kwast met rode verf voorzichtig in zijn hand. Oh. Eerst smeerde hij zijn voeten vol en sprong op het papier. En alle kleine kleutertjes die gilden van plezier. Opa danste lachend met de kinderen in het rond. En overal verschenen rode voeten op de grond. Toen de juf weer binnenkwam en al die voeten zag, riep ze, wat is hier gebeurd? U weet dat dat niet mag. Juffrouw Plooi keek heel erg boos, maar opa Brom zei toen, lieve juf, het spijt me echt, ik zal het nooit meer doen. Vooruit dan maar, zei juffrouw Plooi, dan is het nu weer goed. Maar u krijgt straf, dat snapt u wel, als u het nog eens doet. De kinderen gaan naar buiten toe, dus pak maar vlug de jassen. Maar u moet eerst hier bij de kraan even uw voeten wassen. Daar ligt wel een doekje om de verf mee weg te boenen. En trek daarna uw sokken aan en ook uw zwarte schoenen. Toen opa dat gedaan had, ging hij fluitend naar het plein. Want lekker buiten spelen leek hen ontzettend fijn. De lieve kleine kleutertjes die klommen op zijn rug. Opa was het paard en reed ze keurig heen en terug. En iedereen die het maar wou, werd heel hoog opgetild. Tot de juf zei, rustig doen, u speelt echt veel te wild. Het is tijd, we gaan naar binnen toe. Dan gaan we eens proberen om met elkaar nog eventjes een grappig lied te leren. Het gaat over een kabouter met een hele lange baard en over twee konijntjes met een strikje in hun staart. Ze zongen met z'n allen en ze sloegen met hun stokjes. Ze rinkelden met belletjes en ze tikten met hun blokjes. Het klonk gewoon fantastisch met zo'n schitterend orkest. En opa sloeg de trommel en deed zijn vreselijke best. Stop maar, lachte juf. We gaan nog even in de hoeken. De bouwhoek of de poppenhoek of in de hoek met boeken. En kijk eens, opa Brom. Hier staat nog een tafel vol met zand. De schepjes en de vormpjes liggen in die grote mand. Hier is de poppenhoek, boekenhoek, knutselhoek. Maar opa zei, dat kan toch niet? Die tafel is te klein. Een hele kruiwagen vol zand, dat zou pas prachtig zijn. Toen de juf naar de wc moest,
ging opa Brom heel vlug naar buiten en kwam later schaterlachend terug. Met een kruiwagen vol zand reed hij de gangen rond en kiekte daarna alles in de klas. Echt alles op de grond. Toen pakte hij het schepje en de vormpjes uit de mand en riep: "We maken een kasteel, een groot kasteel van zand." Maar toen kwam de juf de klas weer in en zag die grote berg. Ze riep: "Dat is verschrikkelijk, dat vind ik echt te erg. Wie doet nou zoiets vreselijk? Wat is dit voor gedoe? U brengt die hele berg met zand meteen naar buiten toe." Juf was echt ontzettend boos, maar opa Brom zei toen: "Lieve juf, het spijt me zeer, ik zal het nooit meer doen." "Vooruit dan maar," zei juffrouw Plooi, "dan is het nu weer goed. Maar u krijgt straf, dat snapt u wel, als u het nog één keer doet." Snel bracht opa alles weg en maakte daarna gauw een schitterende tekening en zei: "Die is voor jou." Juf Plooi bekeek hem heel erg goed en zei: "Wat is die mooi?" Toen las ze wat eronder stond: "Van opa voor juf Plooi." "Ik neem," zei juf, "die tekening straks fijn mee naar mijn flat. Dan geef ik hem een prachtig plekje vlak boven mijn bed. Dan gaan we nu naar huis, de bel is al gegaan. Dus pak je beker en je tas en trek je jas maar aan." Toen gaf de klas aan opa nog een hele dikke zoen en vroeg: "Gaat u hier morgen ook weer stoute dingen doen?" Ze gilden en ze lachten en riepen met elkaar: "Dan zetten wij voor u alvast het mooiste stoeltje klaar." En juf gaf hem een knipoog en zei: "Nou, vooruit dan maar."